Na de laatste keer dat ik controle al de lied samenvatte, zei ik tegen Dion: Ik leg mijn pen neer. Ik ben het zat om te schreeuwen. Ik heb geen stem meer. Al die keren dat ik na afloop weer thuis kwam, wachtte ik te vergeefs op een positieve vooruitgang. En als dat uitblijft, kunnen mijn emoties hevig worden. Ik blijf niet herhalen. Ik ben geen tape recorder. Niet luisteren naar uitingen, dat is vreselijk zonde. Voel de bijtende pijn van opgesneden wonden. We zagen slachtoffers van situaties in de documentaire. Ze shineden en toch voelden ze zich niet als sterren. Is er een lichtpunt dan wel in de allerdiepste vetten of blijft een grote schaduw dat licht eeuwig versperren. Avond met de politie blijft een beetje raar. Qua afwezigheid gooit de politietop en met de pet na. Verdacht. Een docu die oproept tot polarisatie. Natuurlijk is oom agent niet blij met een ongemakkelijke situatie. Voor de aanwezige politieagenten echt heel veel waardering. Want jullie aanwezigheid is een waardevolle investering. Toch worden er met verschillende zaken nog een appeltje geschild. Zoals met het programma Kracht van het verschil. Etnisch profileren nemen we zeer serieus en daarom wordt het zo vaak genoemd, maar niet heus. Het is duidelijk dat getoonde inzet meer respect verdient. Maar sommigen uit onze eigen kring hebben de docu niet eens gezien. Dat is toch verdacht? <laughs> Kennis is macht. In de docu zie je het profiel van mannen met hun beroepen erbij, omdat jouw bevooroordeelde oog anders moeilijk ernaar kijkt. Het blijkt maar weer. Dit zijn hele rare tijden. Moet je soms astronaut zijn om op aarde wat respect te krijgen? Besef je wel hoe erg dat die zooi puin is? Alleen op de maan hou je me niet staande in mijn ruimteschip. Meneer agent, geen collega's aan het woord. Maar ziet u Sydney niet? Domme opmerkingen leiden tot irritatie en verdriet. Daarom verschijnt soms dat schaamrood op de kaken. Hoe lauwblauw zich soms durft te gedragen op de straten. Dat doen emoties soms. De interactie van Jeritsa deed zoveel met het gevoel. in het publiek viel ter plekke iemand van haar stoel. <laughs> Luister naar emoties. Geef je gevoelens een kans. anders ben je net een politicus die doet aan de eeuwige stoelendans. Hoe sterk is de dialoog als dialoog en dialoog? Dan komen woorden niet aan. Hoor dan YMP's diepe betoog. De eerste dag is van de liefde, de tweede dag van de pijn. De derde dag is het besef dat je mij niet wilt zijn. Dus vandaag de dag is de dag net een afscheid. Je zegt dag als mijn gedachte van jouw verwachting afwijkt. En die tas die je vastpakt terwijl je wegloopt. Daarin neem je mee mijn vertrouwen, geloof en hoop. Misschien is dat de reden dat boys op de straat die BOA's proberen te ontwijken als SOA's. Of we worden vriendelijk of we raken vervreemd. Hashtag politie tegen iedereen. In Amsterdam wordt niet etnisch geprofileerd. Dat had je niet moeten doen. Laten we etnisch profileren tot een sport maken. Dan wordt Amsterdam tenminste weer landskampioen. Pleidooien kwamen voorbij. We spraken over coalities. Ik hoorde iets leuks: geweld monopolie. Maar ik hoorde geweldsmonopolitie. Politieagenten hebben een zware baan, dus ik wil echt niet zomaar bemoeien. Maar ik gun al je collega's dat ze groeien en loskomen uit die mentale handboeien. Misschien is het een idee dat wanneer je handhaaft, in plaats van direct een vuist maakt, eerst even een hand maakt. En mensen, hoe erg het onrecht zijn druk op je zet, blijf staan en hou altijd je rug recht. Feitelijk is elke beproeving tijdelijk. Dus blijf communiceren. Ook al is het pijnlijk. Gebeurtenissen zullen heel veel bij je losmaken. Maar mijn broeder Vijs... die leerde me loslaten. Wat we moeten begrijpen... is de impact van dit alles. Dit is meer dan een optelsom van zoveel gevallen. De tragische situatie van Richie... is iets waar je over kunt opwinden. En toch de politie had kunnen helpen zwarte acteurs te vinden. Men wilde graag reageren, maar Dion moest letten op de tijd. En die meneer uit het publiek die zei... maar het is misschien wel belangrijk. <laughs> Een dikke pil samenvatten met één kleine slok... het onmogelijke mogelijk gemaakt door gerbrich We moeten van politiegeweld naar politiegeweldig. Van geen enkel kind de angst... Alleen nog maar helden. Geweld moet stoppen. De tijd tikt door als een avondklok. De lange arm van de wet hoeft niet verlengd te worden door een wapenstok. Als je optimistisch bent, mag je toch een beetje dromen. Politie, mijn beste vriend. Nou, ik heb een paar openstaande boetes meegenomen. Dus trek die biljetten maar. Want betrokkenheid toon je ook. Via je portemonnee, niet alleen met je mond. En daarom gaat er geen collectebus, maar een politiepet rond. Zoals YMP zei: de eerste dag was van de liefde, de tweede dag was van de pijn. Misschien wordt die derde dag op een dag de dag dat we samen kunnen zijn. We werken eraan. Is het dan ooit af? Laten we eerlijk zijn: dit is voor ons allen. Een last. We zijn te oud voor een poppenkast en niet alleen die rubberen kogels die doen pijn in je borstkas. Nu is de fakkel voor jullie en het publieke debat. Dan kunnen wij het ook ooit loslaten, die constructieve kritiek. Maar dan nog zijn jullie allemaal welkom bij controle halt de lied. Fijne avond. The <coughs> That's, the sound of the <coughs> That's the sound of the police. <coughs> That's a sound of the That's a sound of the police. That's sound